Nou ben je 10 jaar. Dan sta je bij het graf van een onbekende soldaat. Ja. En dan realiseer je dat hij dus vecht, heeft gevochten voor onze vrijheid. En dat raakt je. Ja. Dan ben je 10. Ja. Hoe kan dat? Zo jong. Nou, als je uit Oosterbeek komt, dat dorp ligt, laat me zeggen, in het epicentrum van de Slag om Arnhem. Daar is zo ongelooflijk hard gevochten. Het huis waarin ik geboren ben, werd na de oorlog, daar heeft een kanon op zolder gestaan. Daar werden hulzen gevonden. Dus die oorlog is al vanaf dat ik, nou ja, dat ik kan ademen, dat ik kan nadenken, een onderdeel geweest van mijn leven. Ik heb geleerd hoe dat zat. Daar kwamen verhalen op school. Daar kwamen ieder jaar kwamen er veteranen. Die oude knarren, oude Engelsen, Canadezen, Polen, die daar als parachutisten geland zijn in 1944. Die kwamen daar en die vertelden op school wat zij hadden meegemaakt. Of die kwamen bij je thuis, die logeerden bij. Dus dat in je, zat in je DNA? Dat zat echt in het DNA. Dus alleen, dat waren woorden. En dat was. En toen was ik 10. En toen werd onze school uitgekozen om een roos neer te leggen. En ik stond voor. Op dat veld met graven waar 1754 jongens liggen, waarvan sommigen een naam hadden en die van mij niet. Mm. Die was onbekend. En naast mij had een naam en daar, die had ook een naam, alleen die van mij niet. En toen dacht ik alleen maar, wat mijn moeder had gezegd, zij zijn gestorven voor onze vrijheid. En toen dacht ik, maar hoe kan het dan dat je dan geen naam hebt? Hoe belangrijk is dat dan geweest? Wat heeft die jongen over de streep getrokken om dan dat te gaan doen? Dat waren vragen die ik had als 10-jarige. En dat is eigenlijk het vertrekpunt waarvanuit ik die lezing verder doortrek in de rest van mijn leven. Want ik ben daarna heel erg op zoek gegaan naar wat is die vrijheid dan, waar hij voor gestorven is. Ik bedoel, dat hij voor onze bevrijding van de bezetter, van de nazi's, dat was me duidelijk. Dat iets was waarvan we bevrijd werden. Maar mijn moeder zei, voor onze vrijheid. En dat woord vrijheid is altijd als een soort gong in mijn hoofd blijven doorgegaan. En ik ben altijd op zoek geweest en gebleven naar wat dat nou precies is. Heb je en dan niet in zijn algemeenheid, maar voor mij. Ja, heb je antwoord gevonden uiteindelijk, wat het is? Ja, maar dat is nooit een gestolde waarheid geworden. Dat is altijd en ieder moment in mijn leven, ieder jaar, iedere week soms, een ander ding. Zeker in een tijd zoals nu, waarin we nu leven, waarin mensen met soms het schuim op de bek tegenover elkaar staan om dingen waarvan ik denk, jongens, ho, 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 ho. Even rustig, even een stap terug. Adem in, adem uit. Ga zitten, luister eerst even naar wat een ander zegt voordat je je mond opentrekt en meteen weer gaat schreeuwen. Meer begrip vraag je voor. Nou ja, als je gewoon luistert, en dat is echt heel simpel, als je luistert naar wat iemand zegt, ga je automatisch anders praten.